Alweer 74 jaar leven we in Nederland in vrijheid. Daarvoor is hard gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook in Dordrecht. Dat verhaal wordt dit weekend verteld door jonge toneelspelers van Tubi in de voorstelling Toen het oorlog werd. Echt een voorstelling over Dordrecht waarin we het verhaal vertellen van de aanval tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze stad. Een theatervoorstelling waar beeld, dans en muziek samenkomt. Echte mensen die hier de oorlog hebben meegemaakt, hebben we geprobeerd om hun verhalen door middel van deze theatervoorstelling weer even tot leven te roepen. En dat doen we door middel van een maquette van karton. In de huisjes zitten allemaal geheime dingen verstopt, zoals bijvoorbeeld puin. En als we het verhaal over een bombardement vertellen, bijvoorbeeld hier in Park Merwestein, dan lichten we huisjes op, waardoor het puin tevoorschijn komt. Ik vind het juist mooi, omdat je dan door middel van beweging kan je echt gevoel overbrengen. En door middel van muziek natuurlijk ook. En ik denk dat we juist op die manier heel mooi het verhaal kunnen vertellen. Omdat het natuurlijk ook een emotioneel verhaal is. De voorstelling wordt op 3, 4 en 5 mei gespeeld bij EGM Architecten, dat naast de Zwijndrechtse Brug zit. De voorstelling is onderdeel van het landelijke project Theater na de Dam. De plek die wij hebben uitgekozen bij het EGM Architectenbureau, die heeft voor mij grote betekenis, omdat de Duitsers via de Zwijndrechtse Brug, zoals wij die Dordtenaren kennen, de parachuten zijn voor en achter de brug geland. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Dus ik vind het juist mooi om het op die plek aan het water, bij de brug, die voorstelling te spelen.